Het is mij een grote eer en genoegen om nu eens niet in de zaal te zitten en naar het podium te kijken, maar aan tafel te hebben Aus Grijdanus junior en Gijs Scholten van Aschat. Aus, je weet waar ik jou nog van ken, hè? Dat zeg ik altijd tegen je. Dat wil ik altijd even zeggen, wanneer ik jou voor het eerst gezien heb. Voor het eerst? Ja, dat zal bij mijn moeder geweest zijn, vermoed ik. Nee, toen je als kind in Medisch Centrum West, of in een of andere, als kind ergens in optrad, als kindster. Als Medisch Centrum West heb ik volgens mij nooit gedaan. Nee, maar iets anders. Ik denk Pleidooi. Pleidooi. Dat was het. Ook natuurlijk de Gijsbrecht van Amstel. Ja. Ja, tuurlijk. En nu gevierde acteurs van Ita. Ja. Ik zal maar zeggen toneelgroep Amsterdam voor de ouderen onder ons. Ja. Ja. Gisteren was de minister hier. En die heeft... hebben jullie haar gezien? Ik heb het gehoord, ja. Gehoord? Ja. Ben je tevreden over haar beleid? Tevreden niet, nee. Nog niet, absoluut niet. Ze belooft veel, maar er komt nog weinig uit. En het is natuurlijk een grote zaak voor haar, want haar hart ligt op de goede plaats. Dat vind ik wel. Ze doet echt haar best, maar ze moet, denk ik, toch echt de rest van de ministers overtuigen. Ja. Dat die eens op moeten staan en zeggen, Ingrid van Engelshoven, je hebt groot gelijk. Wij steken voor jou de handen in het vuur en we gaan eens wat regelen. We gaan een noodfonds maken. We gaan die culturele sector, creatieve sector moet ik zeggen, die toch staat voor 330.000 mensen in Nederland. Die de grootste groei heeft van alle sectoren het afgelopen jaar. Die gaan we door de winter heen helpen. En daar hebben we iets voor over. Want ze moet het nu helemaal alleen doen en ze krijgt wat ik... Ik heb nog geen enkele minister gehoord die op is gestaan, zoals in Duitsland gebeurd is, om het op te nemen voor de kunst en cultuur. Ja. Dus ze voert een eenzaam beleid. Ja. We hebben hier nu een marathon, zijn we mee bezig. Die is vanavond aan zijn laatste sectie bezig. Tal van creatievelingen uit de hele kunstensector met alle medewerkers hier hebben belangeloos dag en nacht ongeveer gewerkt. Heb jij er vertrouwen in dat de politiek daar wel van onder de indruk is, Aus? Dat hoop ik wel. Het is natuurlijk heel vaak bij cultuur. Mensen die er van een afstandje naar kijken, maar ook vaak bij de kunstenaars zelf, en ik ook, dat je toch vaak het gevoel hebt dat je om geld vraagt en altijd maar weer moet uitleggen waarom je zo nodig je hobby betaald wil doen op het toneel. Nou is gisteren, vond ik, briljant voorgerekend door een mevrouw hoeveel geld het eigenlijk ook oplevert, die hele sector. Dat is natuurlijk vaak een argument van ja, het kost geld en nu staat dat eventjes onderaan de lijst. Maar dat is gewoon aantoonbaar onwaar. Ja, ja. En wat Gijs zegt, het is natuurlijk een sector die heel veel geld genereert ook. Ja. Dus dat argument vervalt. Dus ik hoop dat daarnaar geluisterd wordt. Ja, en ja. En los daarvan vind ik het heel belangrijk dat gewoon een samenleving cultuur faciliteert. Het is natuurlijk, als je het hebt over alles in de geschiedenis, van de Grieken tot de Renaissance, de referenties zijn altijd culturele dingen. En zonder subsidies hadden we ook geen Shakespeare gehad en geen Bach. En dat zijn allemaal mensen die vanuit overheden betaald zijn. Ja, en het gekke is dat de politiek vindt het vaak moeilijk om dat uit te leggen. Terwijl als je kijkt naar de creatieve industrie in Nederland, dan heb je het niet alleen over iemand die in het concertgebouw mooi met een viool staat te spelen. Maar het gaat over alles wat gemaakt is in Nederland. Alles wat ontworpen is, wat bedacht is, wat door creatieve geesten is gemaakt. En dan heb ik het ook over de borden die je op Schiphol ziet, die je van de ene gate naar de andere leiden. Want daar is over nagedacht. Dat is iemand met een creatief brein, die heeft dat zo goed gedaan dat ze gekopieerd worden over de hele wereld. En als je een tijdje in het buitenland bent en je komt terug en dan kijk je naar Nederland, dan denk je, wat is het hier eigenlijk goed geregeld? Alles. Wat hebben wij een ongelooflijk mooi en goed land. En dat is allemaal vormgegeven en dat is allemaal bedacht door creatieve geesten. Ja, ja. Dus de creatieve industrie is niet alleen iemand die leuk op een viool speelt of een aardig lied zingt. Dat gaat over het vormgeven van de maatschappij met nieuwe ideeën en nieuwe dingen. En dat is het fundament voor
het meisje wat daar uiteindelijk viool speelt. Dat is een piramidevorm. En we kijken altijd alleen maar naar het Concertgebouw of naar het Toneelgroep Amsterdam. Maar het is die grote groep die Nederland maakt, vormgeeft, bedenkt. Daarover gesproken, en dat is misschien niet elegant van me om daar jullie over aan te spreken. Jullie zitten natuurlijk eigenlijk toch in de top van de piramide. Absoluut, ja. Bij een ja. rijk gezelschap met ongelooflijk veel succes en subsidie. De onderkant van de piramide, hè? De ZZP'ers, alle bouwstenen die top mogelijk maken, die hebben het heel zwaar. Heel zwaar. Daar hoor je eigenlijk jullie niet veel over. Nou, ja, nu. Nou, dat moet ik je toch even onderbreken. Want we zijn met een andere kleine groep mensen, doe mee met je AOW. En daar, dat zijn mensen die hun vakantiegeld van een AOW indienen voor kunst en cultuur. En dat gaat over de kleine groepen, niet over de grote gesubsidieerde groepen. En daarvoor hebben we inmiddels 1 miljoen opgehaald, 1 miljoen euro. En de minister verdubbelt dat. Dus we hebben een fonds van 2 miljoen, wat bij het Prins Bernhard Cultuurfonds zit. Dus, en dat is echt voor die kleine bouwstenen die niet aan de top zijn. Dus ja. Er gebeurt echt wel wat. Alleen, dat is een burgerinitiatief. En het zou zo leuk zijn als de overheid, behalve die 300 miljoen, die nu op is waarschijnlijk, ja. Want we zijn 3 maanden bezig en het kost echt veel meer. Dat er echt iets gebeurt. Een noodfonds. Kijk, want ik ben ervan overtuigd dat we in de lente volgend jaar, hoop ik, dat iedereen weer op de rit staat. Als we een vaccin of een medicijn hebben. Je denkt dat er wel 700 mensen weer in de Rabozaal zitten of zo? Of nou, dat hopen we. Maar ja, je weet het niet, want voor hetzelfde geld gebeurt dat niet. Maar het is inderdaad zo dat die grote groep die de mensen niet kennen. Ja. Die ZZP'ers, die eenlingen, die mensen, de vrije producenten, die enorm veel geïnvesteerd hebben in dingen die ze nu niet terugkrijgen. Die kapot gaan gewoon. Die gewoon kapot gaan, ja. Ja. Dat is kleine zeer zuchtelijk. Theaters. Ja. Maar ook wij hebben het, ITA heeft het moeilijk. Wij hebben hoeveel, 200? Hoeveel mensen hebben wij in dienst? Er werken 270, ik weet niet hoeveel vaste, maar dat zijn er veel. Ja, ja. En die worden gewoon allemaal doorbetaald. En wij hebben natuurlijk ook geen inkomsten. Nee. De Stad Schouwburg heeft geen inkomsten. Nee. Er wordt nu in een solo gespeeld. Drie solo's hebben we. Dus we hebben 90 twee mensen. Twee oude en een nieuwe. Ja. Ja. Dus ja, we doen het wel, maar daar leiden we natuurlijk verlies op. Maar goed, ja, we doen in ieder geval weer wat. Ja, wat doen jullie nu? Waar zijn jullie mee bezig op dit moment? Wordt er gerepeteerd aan iets? Er wordt deels gerepeteerd. Coronaproef gerepeteerd, ja. Aan een productie die volgend jaar uitkomt. Twee producties, Op Hoop van Zegen en Nora. Ja, alleen Nora repeteert niet. Ah, ja, tuurlijk. Maar daar waren we al ver mee voordat we moesten stoppen. Dus dat heeft niet zoveel zin om dat nu in een cirkel met 1,5 meter afstand te gaan repeteren. Nee. Maar en verder hebben we ook online wel dingen gedaan. De Camerone, we hebben de 4 mei viering, voor zover je. Maar dat is fantastisch, maar het is het net niet, hè? Nee, tuurlijk is het niet. Want je wil natuurlijk met mensen samen in de Schouwburg iets maken. Hoe zijn jullie afgelopen maanden persoonlijk voor jullie geweest? Even heel kort. Nou, als begin jij eens. Nou ja, ik heb mijn wiskunde weer een beetje opgehaald bij de thuisscholen. Ja? Mijn dochter die was ook heel lang thuis. Ik vond het ook ergens wel gezellig. Heb je wel veel van geleerd, neem ik aan, heel veel wat zij nu met wiskunde moet doen. Ja. 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 Dat vond ik hartstikke gezellig. Maar ik vond het wel heel onwerkelijk om inderdaad. Ja, je ziet om je heen ook mensen die veel thuis kunnen doen opeens en werken. En je voelt je zo onthand als acteur. Ja. Want inderdaad, je kan zo weinig. Wat ben je? Leraar wiskunde? Nee. Ja, nee. 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 Vader, een beetje. Ja. Ja, part-time. Ja. Dus, en Gijs, wat heb jij? Ik probeer wat te schrijven. Dingen die ik al lang had willen doen. Ik heb wat tuinierwerk in Brabant gedaan. Oh, dat is fijn. Ja, ook leuk. Ja, Brabant. In het centrum. Maar ja, je moet altijd zeggen, je moet in het oog van de orkaan gaan zitten. Daar zit rustig. En daar heb je getuinierd. Daar heb ik getuinierd. Ja, en ik heb me ook wel bezig gehouden met geprobeerd de cultuur te vertegenwoordigen. En deze hele sector overeind te houden. Ja, ja, ja. Namens hoeveel mensen zitten jullie hier? Ik heb het gecheckt. Er werken bij ons 270 mensen. Bij Internationaal Theater Amsterdam. Dat is natuurlijk de Schouwburg. Iedereen die eraan verbonden is. De hele tuurlijk. Planning, alle tuurlijk. Techniek. Ja. De acteurs, ja. Wij zijn maar een heel klein gedeelte. Kon je maar het hele publiek erbij tellen, hè? Dan zaten we al gauw op miljoenen. Ja. Nou, heel Nederland. Ja. 270.
En jullie, wat is jullie stip op de horizon? Wat denk je? Wanneer voel je weer eens een publiek voor je? Nou, 1 juli is 100 man, hè, dus dan begint het weer een beetje. Ja. Je zou denken, maar ja, het gekke is, er zitten wel vliegtuigen vol met 350 man. Ja. Ja, hoe gaat dat dan precies? En de KLM wordt ook gesteund. Maar ja, als je dat allemaal tegen elkaar af... Nee, maar ik bedoel, dus je zou... Ja, maar ik hoop toch dat we in de herfst wel weer echt gewoon een volle zaal kunnen krijgen. Maar dat hangt heel erg af van wat er gaat gebeuren. Dat hoop ik ook zo. Ja. Ja. Ik ben natuurlijk onthand publiek. Ja. En hopen dat de politiek ook een beetje kijkt wat de landen om ons heen doen als het gaat over cultuur. Nou, dat hadden ze het al eerder gedaan, hè? We zijn koopmannen, hè? Ja. Nee, maar bijvoorbeeld als je zo'n Thierry Baudet hoort. En over wat hij zegt. Hè? Ja, aan de andere kant zegt hij wel. Zijn mooiste muziekstuk is van de Duitse Berliner Philharmoniker, die Wagner speelt. Ik heb voor de gein eens even opgezocht wat die krijgen. Die krijgen 17 miljoen per jaar. Van de Duitse belastingbetaler. Dus als dat het argument is... Ja. Dan zou Thierry dat weten? Ik vermoed van niet. Dus nee, ik vermoed ook van niet. Dus ik zou zeggen, verdiep je daarin hoe dat tot stand komt. Dat wat je het mooiste muziekstuk ooit vindt. Absoluut. Daar is namelijk heel veel geld voor nodig. Ja. En dat levert iets prachtigs op. Ja. Alleen daar moet je in investeren. Ja. Dat levert geen geld op, maar iets wat veel waardevoller is. En ik hoop dat die mensen... En die achterban daarvan, die ook heel agressief ageert tegen wat wij doen vaak, omdat we natuurlijk vaak ook een kop van jut zijn, dat begrijpen. En die rekensom anders gaan maken. Ik help zo ontzettend hopen. Heb jij al meegedaan met je AOW? Doe mee met je AOW? Je vakantiegeld van je AOW? Dat is mij helemaal niet gevraagd. Oh, ja, maar dat kan nog maar tot 20 juni. Ik ben geen acteur of zo, hoor. Nee, dat weet ik, maar het gaat om het publiek juist. Publiek. Vanochtend als je het kan missen. Ik kan het missen. Ja? Ga ik het doen. Oké. Okay. Mijn hele AOW niet je hele AOW, alleen je vakantiegeld. Oh. Alleen... Het is voor de jonge makers, hè? Niet voor mij. Ik vind het prima. Ik ken de actie niet, maar ik ga het... Doe mee met je AOW, je kan het overal vinden. Ga ik overal vinden. .nl. Ja. Aus en Gijs, willen jullie die 270 mensen gaan vertegenwoordigen en tekenen op het heel graag grote schoolbord? En tot in beter tijden, hè? Fantastisch dat jullie hier waren. Leuk dat jij hier bent. Ja, dat vind ik ook heel erg leuk. En wat een goede actie. Ja, goede actie. Goede actie, mensen. Ja. Jullie allemaal. Ja, precies.